allemaal. Een paar dagen geleden kwamen opa en oma aan de deur. Ze waren een beetje in paniek. Ik vroeg wat er was en ze waren hun hondje kwijt. Dus Nina en Bram hadden vermistbriefjes gemaakt. Opa en oma schreven hun telefoonnummer erop en hingen ze op. Een paar dagen later, dus vandaag, ging ik samen met Puk een wandeling maken toen we ineens een raar geluid hoorden. Dus we gingen even kijken. Het zat achter de prullenbakken. Eerst leek het op een schattig hondje. Maar het was het hondje van opa en oma. Ik nam haar mee naar huis. En Bram en Nina waren ook heel blij om het hondje weer te zien. Ze hadden het helemaal niet verwacht. Nina gaf het hondje wat te eten en wat te drinken. Terwijl Bram en ik opa en oma belden. Om het goede nieuws te vertellen. Ze waren erg opgelucht. En blij natuurlijk. Terwijl opa en oma hier naartoe reden, gaf ik het hondje even een bad. Want dat kon hij wel gebruiken. Na een half uurtje schoonmaken was hij eindelijk weer helemaal schoon. Ik spoelde hem nog even af en daarna liet ik hem even alleen, want ik ging nog even iets voor op zijn vacht halen, wat ik voor Puk ook had. Toen ik terugkwam, had hij een nieuwe wc-rol van de kast afgepakt en kapot gemaakt. Dus dat moest ik even gaan opruimen. Toen hoorde ik de deurbel weer gaan en het waren opa en oma. Ze waren natuurlijk heel blij om hun hond weer te zien en heel opgelucht. Ik ben blij dat het hondje weer terug is.